We houden even 1 minuut stilte en nagedachtenis van Donnie Roch. Ik hoop dat jullie een mooi toernooi van maken, ook voor deze mensen. Ze maakt een sportief toernooi van, jongens. Het is weer echt met een brok in je keel, hè? Als je die 1 minuut stilte en je ziet de jongetjes allemaal staan, is extra moeilijk. Voor de familie en de moeder van Donnie is het een emotioneel toernooi. Vorig jaar was hij hier wel nog aan het voetballen. En nu is het heel anders natuurlijk. Maar goed, ik ben wel blij dat zijn maten hier allemaal spelen. Dus dat hopen dat hij erbij is vanaf de andere kant maar dan. Zijn uitvaart was trainer van Scheveningen nog. En dan had hij geloof ik van de 40 doelpunten had hij daar geloof ik 28 of zo gemaakt. Ja. Ja, het liefst zou hem gewoon terug willen. Maar ja, dat kan niet. Voetbalclub Duindorp SV heeft een speciale herdenkingsbank laten maken en hoopt dat de bank op de plek van het ongeluk op de Boetselaarlaan kan worden neergezet. Ja, daar word ik stil van, een beetje emotioneel van. Ik vind hem zo verschrikkelijk mooi en dat de jongens allemaal die dingen allemaal voor over hebben, dat vind ik helemaal geweldig. En zo blijft Donnie Roch altijd nog in gedachten? Altijd in ons hart, altijd. Die zullen we niet zo snel vergeten natuurlijk.